Er zijn geen positieve COVID-19 gevallen geregistreerd in de afgelopen 24 uren. Epidemioloog Rajesh Ori, waarnemend directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG, zegt dat dit niet de eerste keer is dat er nul positieve gevallen zijn binnen 24 uur. Hij wijst de samenleving er ook op dat ze er niet van uit moeten gaan dat er geen COVID meer is in het land. De epidemioloog zegt dat er nog altijd mensen kunnen zijn die klachten hebben, maar die zich niet laten testen. Dus er zijn personen die misschien geen klachten hebben. Dat kan je nog hebben. Die noemen ze de asymptomatische. Ja. Of sommigen die milde klachten hebben, maar die niet komen om te testen of iets. Dat moet je nog hebben. En wat we hebben gedaan, degenen die zijn komen testen, we hebben gezien dat er gisteren bijvoorbeeld wat daaruit nul positieve hebben. Maar dat is dat COVID weg is. COVID is nog niet weg. Ja. En je moet denken van de dag daarvoor waren wel positieve, daarvoor ook positieve. En als die contacten hebben gehad, dus mensen met wie ze in contact zijn gekomen, dat ze dan wel anderen kunnen ziek maken. Precies. En dat die misschien nog, we moeten nog kijken binnen een week of zo, als die ook klachten gaan ontwikkelen. Inspecteur Rachel Deekman, hoofd voorlichting van het Korps Politie Suriname, zegt dat de politie blijft optreden tegen lockdown-overtreders. Ze zegt dat met nul geregistreerde gevallen het bewijs niet is geleverd dat COVID-19 helemaal niet meer voorkomt in Suriname. Het bewijs dat welke we kunnen herleiden uit die nul, is dat we zeg maar nul besmettingen hebben vanuit de zijde van de politie, blijft het overeind. We blijven een beroep doen op de samenleving om in elk geval voorzichtig te blijven. Ik wil het woord hygiëne gebruiken, omdat dat van belang is om, weet je, om dat virus ver van ons te houden. De basismaatregelen zoals mondkap, afstand en vooral met grote groepen bij elkaar voorkomen. En als dat toch moet, om welke werkaangelegenheid dan ook, dat we dan de maatregelen in acht houden. COVID is er, COVID gaat niet weg. En wij moeten ervoor zorgen dat COVID buiten onze directe omgeving blijft. Dus nog eens een keer een beroep op de samenleving. Zorg ervoor, samen met alle in je directe omgeving, dat je COVID-vrij blijft. Inspecteur Rachel Deekman, hoofd voorlichting van het Korps Politie Suriname. Ze zegt ook dat de politie in de afgelopen weken de controle op de naleving van de lockdownmaatregelen heeft verscherpt. Een aantal overtreders is toen overgebracht naar de politieacademie om de nacht door te brengen.